Hoi allemaal en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Vandaag ga ik iets superleuks doen. Ik ga namelijk naar een fotoshoot. En ik ga deze hele week, ik ga van donderdag tot zondag vloggen. En het wordt meer een verjaardagsvlog, want zondag 8 april ben ik jarig. Dus ik neem jullie mee in mijn verjaardag en hoe ik het ga vieren. We gaan nu naar de gymzaal toe. Dat is de locatie waar we gaan shooten. Ik ben daar al 2 keer eerder geweest, dus het voor mij is niet heel erg nieuw meer. Het is in Amsterdam en ik heb er heel veel zin in, dus laten we naartoe gaan. Nou, we zijn dus nu aan het lopen naartoe. We zijn er bijna. Dat is trouwens echt heel erg waaierig, mijn hele deur vlog open. Trouwens, ik kijk nu in het scherp, is helemaal niet handig. Maar we lopen nu naar binnen toe en ik heb er heel veel zin in. Dat vind ik echt top. Kijk nou waar wie er is. Hallo! En trouwens, dit is Emma, voor degene die haar niet kennen, wat ik me niet kan voorstellen. Maar het link van haar kanaal staat in de beschrijving. En wij gaan samen dus de fotoshoot doen voor Duifhuizen. Had ik trouwens nog helemaal niet verteld aan jullie, maar wat gaan we dus doen? Ja, ik heb mijn outfit al aan. Kijk, haar outfit. Wauw, dat jasje ook. Zijn die schoenen ook hiervan? Ja. Love it. Van Primark. Mensen dan vragen. En jij kreeg ook een hele mooie auto aan. Ik zie daar allemaal dingen wel hangen. Ik ben benieuwd. Is dat echt met dat mooie blouseje? Oh. Ja, ben ik even gelukt. Een rokje is mij ook. Oh, oh, oh. Dus hoe is jullie ongeveer heel mooi. Nog mooier als dat zal is. Ah. Nou, we gaan nu. Ik ga me straks even omkleden. Er wordt make-up gedaan, waar ik heel benieuwd naar ben. Ik heb er heel veel zin in. Ik zit nu in de visagie en dat wordt gedaan door Chardé. Ja, en ik vind het zelf altijd heel fascinerend. Dus ik ga nu opgemaakt worden en ik ben benieuwd wat het eindresultaat is. De outfit is aan, mijn haar is gedaan, trouwens heel erg mooi gelukt. En dit is de outfit met het leuke rokje. Kijk deze schoenen. Hoe tof zijn deze schoenen. Helemaal te vet, dus Oh ja, trouwens de tas is deze glittertas. Ook heel leuk. De tweede outfit is aan en ik heb nu zo'n tasje om en zo'n spijkerjurk en een te gekke blouse. Dus dit is de tweede outfit en we hebben net een groepsfoto gemaakt en nog meer, wat hebben we nog meer gedaan? Ik heb nog samen met Emma geshoot, dus heel erg leuk en straks ben ik aan de beurt, dus ben benieuwd hoe dat gaat. Zo, we zijn weer klaar met de fotoshoot. Ik vond het echt heel erg leuk. En ik heb ook hele mooie outfits aan mogen hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar de foto's. En je ziet ze vast wel verschijnen op mijn Instagram. Nu gaan we terug naar huis rijden. En dan spreek ik jullie dan wel. We staan nu in de file, maar wat wel heel erg leuk is, is dat ik vanavond nog uit eten ga voor mijn vaders verjaardag. En ik hoef in ieder geval niet meer klaar te maken met opmaken of mijn haar doen. Want dat zit nu helemaal perfect. Dus dat is alweer even een voordeel, want dan hoef ik niet te stressen. Ik vind het zo leuk om met deze camera nu te filmen. Ik denk dat jullie iets wat, nou ja. Oké, zo dus. Goed, dit was de doos. En kijk, zo zag hij eruit. Ik heb dus de Canon G7X Mark II. Ik laat voor andere dingen vallen. Het is echt een mini doosje. En er zitten vooral heel veel boekjes in. En hier zat de camera zelf in. Nog meer boekjes zoals ik zei. Hier zat geloof ik het kabeltje in. Hier dan de batterij. Hier zat de camera in. En voor de rest zaten eigenlijk de meeste accessoires waren. Gewoon dus de batterij die nu in de camera zit. De oplader met het snoertje. En ik heb nu ook een extra batterij. Dus die ga ik later nog even opladen. Zo kan ik lekker doorvloggen. En ik ben er heel erg blij mee. Het is de Canon G7X Mark II. En echt een topcamera. Dan ga ik heel veel leuke vlogs voor jullie maken. En van de pizzeria zijn we weer thuis. En ik heb heerlijk gegeten. Ik ga nu lekker slapen. En morgen heb ik tijd om uit te slapen. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En vandaag ben ik een beetje de hele dag thuis alleen. Dat vind ik ook wel even lekker. Ik heb veel op de planning staan. Ik heb nog echt een ochtendstem. Maar ik ga zo eten. Dus daar ga ik straks naar beneden voor toe. En wat ga ik vandaag doen? Ik moet een video opnemen, ik moet die bewerken. Ik moet leren voor Nederland. Zo. Omdat ik maandag een toets heb. Echt super stom, want mijn toetsweek is afgelopen. En moet ik weer gaan leren. Maar ik heb nog tijd. Ik heb een hockey training. Ik heb mijn verjaardag die ik ga vieren. Dus dat is ook heel erg leuk. En
nog meer doen? De kamer opruimen. En dat was wel een beetje. Nou, nu ga ik lekker even eten. Dus ik neem jullie mee. En ja, laten we deze dag beginnen. Dit is mijn eten. Ik eet meestal dit. Het is dus een broodje met hagelslag. En lekker melk. Ik hou echt van melk. Ja, dit gaan we lekker even opeten. Ik hoor wat post binnenkomen. Ik hou van post. Ik hou vooral van pakketjes. Maar ja, ik denk dat het weer iets is wat beetje boeiend is. Nee hoor. Shit man. Niks voor mij. Maar nu over. Oh, dat is zo irritant. Ik hou echt van post. En dan komt het wel binnen. Dat is ook heel erg leuk. Dat kan ik trouwens wel gelijk laten zien aan jullie. Leuk! Yes! De video is afgeëdit. En is hij nu al klaar? Oh mijn god. Hij is nu al klaar. Oké, we gaan hem nu inladen in YouTube. Dus dat ga ik nu even doen. En hij is ingeladen. Tadaa! Ik heb alles even erbij toegevoegd. En nu even wachten tot hij verwerkt is. En dan staat hij op gepland op YouTube. En dan, ja, 4 uur gaat hij dan online. Ik heb een pakketje binnen. Ik hou even van pakketjes. Dus die gaan we even samen openmaken. Oké, wacht. Ik ga jullie even goed neerzetten. Oké, misschien niet de beste plek, maar ik had gewoon zin om hem open te maken. Als jullie dit zien, hebben jullie nu al deze dingen kunnen bestellen. Oh, ik heb het namelijk over mijn eigen t-shirts en truien. Maar dat zie je straks wel. Oh mijn god. Ik heb nu een S'je besteld. Dan valt hij wat ruimer. Dan kan ik wat baggier dragen. Echt zo gaaf. En hier staat dus Rose op. Oké, dat is heel eng. Maar hier staat dus Rose op. En ja, ik zou zelf zeggen, koop een maatje groter dan je gewend bent. En dan valt hij wat baggier. En ik hou heel erg van dat beetje oversized. En ik heb hier ook de trui in een maatje S. Heerlijk. Kan ik hier lekker mee op de bank chillen. En als ik gewoon heerlijk nog een beetje koude dagen zijn, kun je deze ook nog natuurlijk aan. Dus ik heb deze ook in een S'je. Meestal heb ik XS, maar ja, ik vond dit toch wat fijner. Dus ik heb die ook nu. En ik vind het zo leuk. Het linkje staat nu altijd in de beschrijving. Mocht je het leuk vinden om dit te bestellen, kan dat altijd. En ik raad ze heel erg aan. Ze zitten heerlijk. En ja, ik heb er ook gewoon heel erg veel uitgekozen. Ik kon heel veel shirtjes dragen en passen. Je ziet het allemaal in de zondagvideo van vorige week. Daar vertel ik wat meer erover. Maar ja, het is gewoon een heel zacht stofje, dat soort dingen. Ik heb er helemaal op uitgekozen. Dus ik ben heel erg blij hoe het is uitgepakt. En ja, als je iets wilt bestellen, kan het hier in de link hier beneden. Zo, ik ga naar het dorp toe. Het is nu, kijk hoe laat het is, 3 uur. En ik heb mijn tas gepakt. Deze van mijn jewelry. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. Maar die heb ik gepakt. Mijn telefoon neem ik mee, camera. En dan ga ik even naar de Action en naar de kruidvat. In de hoop dat ze de spulletjes hebben die ik wil. Dus hopen daarop. Ik ga nu even mijn schoenen aantrekken. En dan zie ik jullie straks als ik op de fiets zit. Zo, ik ben buiten. Ik ga even de poort open doen. En dan ga ik lekker op de fiets stappen. En dan ben ik straks bij de Action en de kruidvat. Zo, en ik ben weer thuis. De enige jammer was wel dat bij de Action eigenlijk niet heel veel leuke nieuwe spulletjes waren. Dus ik heb daar ook niks kunnen filmen, want ja, het was gewoon niet zo boeiend. Het was eigenlijk gewoon alles hetzelfde. Dus ik had niet echt het idee dat ik het iets leuks kon filmen daarvan. Maar ik ga nu eerst even laten zien wat ik hier heb gekocht. Dit is de buiten. Ik heb hier glue tape roller. Dat is heel handig voor plaatjes plakken. Deze heb ik ook nog, een glue stick. Ik heb weer T-packs gehaald, dat heb ik heel lang niet meer gehad. En weer mijn reinigingsgel van Kruidvat, echt een hele handige. Ik denk iets van 2,50, dus ja, zeker een aanrader. Yes, bij deze Kruidvat hebben ze hem wel. Dit is de Superlash Serum en hij is 10 euro, dus op zich wel duur. Maar ja, ik ga het gewoon proberen en helemaal blij mee. Kijk wat ze hier hebben. Oh mijn god, kijk deze. Wacht, even openmaken. Oh, zo mooi. Echt tof. Ik raad iedereen deze aan. Die is echt top. En mijn vader is thuis. En die heeft dus de taartjes voor vanavond. Dat is rijstenfly. Echt heerlijk. En dit is cakejes met mijn vaders logotje voor zijn verjaardag. Dus een Rob 50. En dit is het allerlekste taart ever. Met heel veel lekker chocola. Oké, ik kan niet met volle mond praten. Maar het is echt top.
En dat gaat nu in de koelkast. Ik ben weer thuis van hockey. Ik heb me snel gedoucht. En dit is trouwens even mijn outfit. De outfit die ik aan heb is dit broekje van Pull & Bear. Dit shirt van Lovies. Kettingje is van Beautiful Bijou. En ja, ik heb gedoucht met zo'n handdoek om. Omdat mijn haar dan niet nat werd. Dus dat is heel erg handig. En kijk eens met wie ik ben. Hi. Laura. En Laura is mijn nichtje. En lijken we een beetje op elkaar. Wel naar dit ringje kijken. Ja, dat denk ik. Nou, in ieder geval is dus mijn nichtje en mijn andere nicht is ook. Ik ga even mijn toet open. Elise! Ga je ook even terug? Au! Nee! Oké, dit mag er niet in! Jawel. En nou, in ieder geval... nou, ik heb in ieder geval heel veel mensen beneden. Wij zijn even boven nu, ze wouden even deze camera zien. En ik heb ook heel veel leuke dingetjes gekregen. Dus dat ga ik morgen allemaal wel laten zien aan jullie. Hallo allemaal. Wij zijn hier op de verjaardag. En Rosalie is heel even aan het kijken hoe ze het kleed gaat neerleggen. Ja, maar misschien kan je me ook nog onder dat rek leggen. Dat is ook leuk. Onder dat mandje. Nou mensen, ik ga ook maar vloggen. Hoe doe ik het? Doe ik het goed? Ik weet dat nog niet eens. Zo. Maar we zijn dus nu op de verjaardag. Roos is even bezig met het kleedje. Ik moet even denken hoe ik het wil. Goeie vlogger ben ik. Kom maar. Dat waren mijn vlogs. We hebben net een foto geplaatst op Instagram en dat is een familiefoto. En daar hebben we dus onder gevraagd of jullie vragen willen stellen. Dus ik denk dat deze foto nog wel online staat wanneer deze vlog online staat. Je kan dus vragen daaronder achterlaten wat je over ons wil weten. En misschien kunnen we die dan wel beantwoorden in een video. Als je dat wil doen, kijk dan even op mijn Instagram. Zet een linkje hier in de beschrijving en doe het zeker weten als je graag vragen wil stellen. Ik ben net terug van de hockey en ik moet nu even omlopen, want... er is iemand beneden en ik heb geen sleutel. Dus dat is helemaal top. Ik ga me daarna snel douchen, omkleden. En dan kijken hoe laat het dan is. Want daarna ga ik naar Jade toe. Heel veel zin in. Haartjes zijn gefeund, mag ik zeggen. Ja, gefeund. Nu ga ik nog eventjes de spulletjes die ik gebruikt heb even opruimen. En nog wat eten. En dan gaan we naar Jade toe. Sushi is gehaald en we hebben gratis lumpia's gekregen. Ja. Ik ben trouwens wel benieuwd wat we hebben. Ja, ik weet het ook niet meer. Oh ja, we zijn trouwens met Leonie en Jade. En ik zal straks wel even verder vloggen. De camera staat klaar. Eten staat klaar. Mensen honger. Zijn klaar. En honger. En moet u nog alleen even bordjes pakken. Dus. En drinken, precies. Dus dat gaan we nu even regelen. En weer overgestapt naar het vloggen. Ik was de hele middag bezig met een video filmen, een behind the scenes video daar. Dus daardoor heb ik niet kunnen vloggen. Maar dat was in ieder geval heel erg gezellig. En ik ben nu een beetje laat in de avond, ben ik nog mijn zondag video aan het maken. Ik ga namelijk een roomtour opnemen. Weer een beetje een update, want ik heb weer wat nieuwe dingetjes. Dus dat ga ik voor jullie filmen. En ik zal even laten zien hoe ik dat doe. Ik ga dit keer even in mijn eentje doen. Dus ja, ik ga gewoon de camera neerzetten en dan vertel ik er wat over. En ja, dus dat ga ik nu doen. Ik moet trouwens nog wel even een ander shirt aan. Want ja, ik heb al dit shirt aangehad bij een andere video. Dus dat ga ik nog even doen. En neem ik die op. Dan moet ik nog de kleding uitzoeken voor morgen voor de fotoshoot. En dat was wel een beetje. Dus dat gaan we doen. En laten we beginnen. Zo, ik ben klaar met filmen. Het was echt een hele lange filmsessie. Ik heb trouwens ook even iets anders aan. Omdat ik dan voor de intro en outro. Anders heb ik weer hetzelfde shirtje aan. En ik heb trouwens ook mijn truien en shirt gereleased. Dit is namelijk het trui. Oh, het zit nu helemaal in een propje. Helemaal niet professioneel of zo. Maar dit is dus het shirt. Kijk, ik zal hem even goed laten zien. Dit is dus het shirt met het logo die ik zelf heb ontworpen. En dan de trui die echt uber zacht is. Hier kan ik echt elke dag in leven. Deze zijn nu te bestellen via de link in mijn beschrijving. Ik ben er zelf echt extreem trots op. En neem zeker weten even een kijkje op de website. Ik ben er zelf heel erg blij mee en zeker weten aan te raden. De outfits hangen klaar voor morgen. Die ga ik morgen meenemen naar de fotoshoot. Ik heb nog mijn badjas aan. Maar ja, daar ga ik ook nog even verandering brengen. Ik ga nog even mijn pyjama aandoen. En wat ik trouwens ook nog even wil laten zien. Ik ben dus morgen jarig en ik heb vandaag allemaal cadeautjes gekregen waar ik heel erg blij mee ben. En ja, ik ga ze even aan jullie laten zien heel snel. Daarna ga ik lekker slapen, want het is echt al heel erg laat.
Maar ik ben zo blij met mijn cadeautjes. Dus ik kan niet wachten om ze aan je te laten zien. Als eerste heb ik gewoon deze badjas gekregen. Deze van de HEMA. En ik had was echt wel aan vervanging toe. Ik hou een beetje van gekke badjassen. En ja, ik vind deze gewoon heel erg leuk. Dus ja, dit is mijn nieuwe badjas. En echt super zacht. Dan als tweede heb ik deze étagère, geloof ik zoiets. In ieder geval, het is een sieradenkastje van Sissy Boy. En die heb ik dus ook gekregen. En die past dus helemaal perfect bij dit stukje. Echt heel erg leuk. Dus ja, nu heb ik een beetje een match gebeuren hier. Dus heel erg leuk. En dit is nu wat ik dan als tweede heb gekregen. Dan heb ik als derde, en dit is ook wel, geloof ik, het laatste cadeau, als ik me niet vergis, ja. Als laatste heb ik dus deze drie sieraadjes. Ik zal er even één laten zien alvast. Dit is dus, deze twee oorbelletjes heb ik gekregen. Deze is van Omaya of zo. En deze is van Eline Rose. En dan heb ik hetzelfde oorbelletje hier aan hangen. En als laatste, ik geloof dat die hierin zit. Nee, kijk, hier zitten allemaal verschillende oorbelletjes in. Maar degene die hier eigenlijk oorspronkelijk in zaten, zijn deze. Oh. Kijk, deze heb ik gekregen. Deze krijg ik nog niet helemaal in, dus die moet ik straks nog even in proberen te krijgen. Maar het is zo mooi, dus ik ben hier echt heel erg blij mee. En dat zijn dus mijn nieuwe aanwinst van oorbelletjes. Heel erg leuk. En dan kan ik weer lekker mixen en matchen. Bijna vergeten, maar deze spiegel heb ik ook gekregen van de Xenos. Dus deze, en hij is goud. Hij past zo perfect bij mijn buur of bij mijn make-up tafel nu. Helemaal blij mee ook. Dit is het outfitje. Ik heb dit shirtje aan van Lovies. Dit jasje van Lovies. Broek van Tumble & Dry. Ik heb een kettingje op United Wardrobe. En in mijn oor heb ik deze. En mijn hele oor is daarnaast rood. Ik weet niet of je het ziet, maar ik kreeg een oorbel niet in. Nu heb ik een ander oorbel ingedaan. Maar eigenlijk ook iets heel anders. Dus vandaag heb ik die fotoshoot. En vandaag ben ik jarig. Heel erg leuk. Ik moet trouwens ook nog niet vergeten om deze ring mee te nemen. Bijna vergeten. En ja. Dan gaan we gewoon naar die fotoshoot toe. En dat is in Haarlem, geloof ik. Dus dat is wel leuk. En ja, ben benieuwd naar de locatie. En we zitten weer terug in de auto. Ik kon niet daar filmen, omdat daar nog niks over gezegd mocht worden. Maar het was in ieder geval heel erg leuk. En mijn make-up is daar gedaan. Het was echt trouwens echt goed gelukt. Dus ja, mijn moeders make-up ook heel goed gelukt. En ik heb nu een beetje honger. Dus misschien gaan we eventjes langs een McDrive. Echt een heel erg lekker verjaardagsmaaltje. En ik kreeg zoveel leuke en lieve DM's van jullie. Ik had gefeliciteerd en dat soort dingen. En ik probeer ze allemaal te beantwoorden. Dus daar ben ik nu een beetje ondertussen mee bezig in de auto. Maar het is echt extreem veel. Dus ik vind het wel heel erg lief. Dus heel erg bedankt iedereen die naar mij gefeliciteerd heeft. 8 april. Heel erg lief. En dankjewel daarvoor. En ik ga nu nog even verder met berichtjes. Zo, het is nu avond en mijn verjaardag is eigenlijk voorbij. Ik heb het heel erg leuk gehad en ja, ik ben heel erg blij met alle felicitaties. Ik vond het zo lief van jullie, dus heel erg bedankt daarvoor. Ik ga deze weekvlog afsluiten, of ja, weekvlog, meer een weekendvlog. Ik vond het heel erg leuk om te doen, dus ik ga zeker weten morgen weer verder met een nieuwe week. Dus ik denk dat er ongeveer om de 2 weken of elke week weer een nieuwe weekvlog online staat. Vind je dat nou leuk? Laat mij weten hier in de reacties. En dat vind ik heel erg leuk om te lezen. En dan zie ik jullie volgende week zondag op ongeveer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doeg. Love you.